Goedemorgen allemaal, dit is het Concertgebouw in Amsterdam. Het is 10:01 en onze eerste gasten ziet u al zitten. Dat is allemaal zijn schuld, want hij is Ralph Rousseau, de gambist, die weer een nieuwe cd heeft gemaakt met een aantal muzikale vrienden. En ze gaan pas spelen als ze welkom zijn geheten. Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Van de cd Silence, Ralph Rousseau, Viola da Gamba, Peter Thiehuis, gitaar, Jeroen Vierdag, contrabas en Bart Vermi, percussie. Hello darkness, my old friend. Silence, dat komt natuurlijk van dit nummer af. Dat komt van dit nummer, absoluut. De cd zou eerst Fragile heten. Het thema was een beetje... We zaten met een paar vrienden, niet eens zo gek hier vandaan, in het café van het Concertgebouw. Ja, drank erbij. Een kop thee in dit geval. Maar goed, zaten we te praten over wat was er nou zo typisch aan die Viola da Gamba. En op een gegeven moment viel het woord kwetsbaarheid.
Want het is wel het, bedoel, als je het ding bekijkt, en het heeft dus zowel voor- als nadelen. Het nadeel is dat het zo ontzettend snel ontstemt, zoals je weet. Het gaat binnen 5 minuten kan het gebeurd zijn, dat gaan we dadelijk merken. Oh, mooi, maar opschieten. Ja, doorpraten. Maar ook, de klank is heel kwetsbaar. Kan heel dicht bij de menselijke stem komen. En dus daar dachten we een kwetsbaar, fragile nummer van Sting. Ik dacht van, hey, misschien moeten we daar eens wat gaan kijken. En toen ben ik gaan zoeken naar nummers die mij daaraan deden denken. En daar hoorde Simon & Garfunkel zeker bij. Ja, ik vond het heel goed kunnen. Ja, toch? Ik vond het wel mooi eigenlijk. Jeetje, Hans. Jeetje, ja, het moet niet veel gekker worden. Weet je wat ik dan doe? Dan krijg je die cd van me. Oh, wacht even. Oh, kijk. Is dat leuk niet? Kijk. Nou, dit is toch wat anders dan een officiële uitreiking aan een celebrity, hè? Nou, dat ligt er maar aan hoe je jezelf ziet. Dan. Ik zie mezelf wel. Dankjewel, dankjewel. Ja, en dan draai ik hem om. En je hebt nu een paar muzikale vrienden meegenomen. Er staan er nog meer op. Ja. Die konden hier vandaag niet bij zijn. Of die wouden misschien niet, ik weet het niet. Nou, ze wilden wel, maar ze kunnen dat. Erik Vloeimans is op tournee. Prachtige trompetist. Ja, het is ongelooflijk mooi wat hij doet. Sneeman. Bart Sneeman. En fantastisch Oboe d'Amore speelt hij op. Onder andere Scarborough Fair. Dat is echt een heel... Hey Jude. Hey Jude. En daar speelt mee Tijmen Jacobsen op Hammond Orgel. Met Leslie. Het moet niet veel gekker worden. The Silence van Ralph Rousseau, Viola da Gamba en muzikale vrienden. Als u nou denkt, ik wil hem nu meteen hebben, na afloop van het concert, is die te koop.